Een onbekende man is dinsdagmorgen rond 11 uur uit een raam gevallen in het Tingtangstraatje bij de Vismarkt. Het slachtoffer heeft de val niet overleefd. Volgens getuigen gaat het om een student van 20 of 21 jaar oud. Aanvankelijk was de oorzaak van de val onbekend, maar de politie vermoedt nu dat het gaat om een ongeval. We kregen vanochtend rond 11 uur een melding dat hier iemand uit het raam zou zijn gevallen. Nou, we kwamen hier ter plaatse en toen is al vrij snel geconcludeerd dat de persoon die hier uit het raam is gevallen is overleden. De politie is bezig met het horen van getuigen. Het gaat om bewoners van het studentenhuis en andere omwonenden. De politie hoopt er zo achter te komen wat er precies is gebeurd. We zijn net een groot onderzoek gestart. Dat is hier achter mij afgezet. De technische recherche is gearriveerd, die zal sporenonderzoek doen. Ja, en eigenlijk staan alle opties nog open. De man kan gevallen zijn, de man kan gesprongen zijn, maar ook eventueel geduwd. We moeten gewoon nader onderzoek doen om daar meer duidelijkheid over te krijgen. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt, omdat de familie van het slachtoffer nog niet was ingelicht. We weten dat het om een manspersoon gaat, maar we weten nog niet wat de identiteit van de man is. Later deze middag werd bekend dat het 20-jarige slachtoffer in het raam zittend zijn evenwicht heeft verloren en naar beneden is gevallen. Het slachtoffer was een eerstejaars student. De politie heeft geen aanwijzingen dat er een misdrijf heeft plaatsgevonden.